Het was een flinke zoektocht, maar het oorlogsdagboek dat Annemarie van Kampen vond in het oude bureau van haar opa is terug bij de zoon van de schrijver. Constant Tunnissen vond het erg bijzonder om het dagboek van zijn vader in handen te krijgen. Ik weet dat het een dagboek is. Ik heb zelf een kopie daarvan, maar die is ontzettend slecht. En die zijn er hele stukken niet leesbaar van. Dus toen ik hoorde dat er een dagboek ontdekt was, wat dan blijkbaar wel heel goed is, toen vond ik dat heel erg leuk. Ja, leuk. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het best een beetje spannend vond. Want we zijn er al een poosje mee bezig. En we vonden het in april, geloof ik, het dagboek. En dan ga je eens kijken, uiteindelijk 4 juli. Dus toen er iemand gevonden was, dat was al mooi dat we bericht kregen. En dat er ook nog een gelegenheid was om dat samen te brengen. Dus dat diegene het dagboek weer kan hebben. Ja, fantastisch. Dus ik vind het heel leuk dat meneer Tunnissen nu gevonden is. En dat het dagboek weer de cirkel heeft gemaakt eigenlijk. Ja, we hadden al een kopie van dit dagboek in de collectie. We weten niet precies waar dat vandaan is gekomen. Waarschijnlijk zat het in een stapel documenten uit de jaren 80. Dus het dagboek was bij ons bekend, maar het is heel mooi om eens een keer die originele stukken te zien. Nou, dat vind ik gewoon heel erg leuk, omdat dit dus inderdaad dus een dagboek is, een kopie is die waarschijnlijk door mijn vader zelf is gemaakt. En die heb ik dus niet en dat is gewoon ongelooflijk leuk. Nou, voor een historicus is zoveel dagboeken van deze periode natuurlijk gewoon een lekkere land. Want je hebt 200 getuigen die operatie Market Garden van alle kanten vertellen. Bijna iedere straat van Nijmegen is wel een dagboek geschreven. Waar we in kunnen kijken en kunnen vergelijken met wat we van de soldaten en de bewijsstukken weten. Dus dat geeft heel veel mogelijkheden voor onderzoek.